Een nieuwe dag en een nieuw begin. En met dat nieuw begin gaan we hier deze leuke plek verlaten. Clementine Hotel and Suites. Fantastisch, het zijn allemaal eigenlijk kleine verdiepingen met kleine huisjes. Als je de bovenverdieping pakt, heb je zelfs twee verdiepen. Ja, super gezellig. Ik ga nu de auto halen en ga alles inpakken. En dan vertrekken we hier. Wij zijn ook een heel grote fan van In-N-Out Burger. En waarom In-N-Out Burger? Wel, dat is eigenlijk de gezondste optie van alle fastfoodketens. Die gebruiken elke keer verse groenten. Er wordt ook vers tussen gelegd. Goed vlees, wat ook heel belangrijk is. Nu, we zitten hier op een plek, een beetje verder naar het zuiden, in Californië. En hier is niet alleen een In-N-Out Burger, maar hier is ook de In-N-Out Burger University. Dat is in de winkel en daar kunnen we alles krijgen van In-N-Out. En hier zijn waarschijnlijk ook een van de eerste In-N-Out Burgers zelfs. Blijkbaar is er dus ook een In-N-Out vrachtwagen die naar uw bedrijfsfeest of zo kan komen. Of weet ik veel van, of een festival waar ze dan In-N-Out maken op de plek waar dat je bent. Kijk hoe! Nu hierachter is de winkel. We zien of er iets te kopen was. Er is niet veel dicht op zondag in Amerika, maar blijkbaar dat wel. De In-N-Out Burger Store is blijkbaar toe, dus het zal niet voor vandaag zijn. We kunnen misschien nog wel even terugrijden, morgen of zo, dat weet ik niet. We zien wel. Goed, tijd om te gaan eten. Nu, In-N-Out Burger is volgens mij tegenwoordig een van de meest populaire ketens hier in Amerika. Je ziet het ook al een drive-in, die staat altijd stampvol, dat is niet normaal. En er is ook altijd iemand die buiten al uw bestellingen opneemt. Om het allemaal een klein beetje vooruit te laten gaan. Ja? We zijn aan onze nieuwe verblijfplaats aangekomen. Hier blijven we maar één nachtje, maar dat is zo speciaal dat we dat echt wel eens wilden doen. En ja, we gaan een klein beetje de tour op van de originele inwoners van Amerika, namelijk de Indianen. En sommige van hen woonden in van die tenten, wigwams genaamd. Wel, er zijn hotels tegenwoordig die, of al heel lang, die hun kamers in de vorm van wigwams hebben gemaakt. En wij verblijven nu in zo'n hotel onderweg naar Las Vegas, namelijk het Wigwam Hotel. Hotelletje. Iedereen heeft zijn eigen wigwammetje. We hebben het hier rustig gehouden. Ik heb hier een klein beetje gefilmd. Ik ga het nog wel zien, ook met een drone. En we hebben eten besteld via Uber Eats. Jawel, we hebben vandaag een beetje de fastfood day. Alhoewel fastfood, we houden het gezond. Ik heb teriyaki kip genomen en dan hebben we sushi gepakt. Een nieuwe dag, een nieuw begin. Goedemorgen, beste vrienden en vriendinnen. We zitten in het Wigwam Motel en we gaan vandaag onze tipi-hut terug verlaten. Heel propere, mooie tipi's, goeie bed,
klein livingetje erbij en een goede badkamer. Allemaal proper onderhouden, zeker en vast. Hetgeen wat we gisteren gedaan hebben om te eten was Uber Eats besteld. Komen ze hier leveren, hier in Amerika. Ik ken dat allemaal, zonder problemen. En vandaag gaan we op weg naar onze eindbestemming, namelijk naar Las Vegas. Maar we gaan nog wel een aantal tussenstopjes doen natuurlijk. Ah ja, we gaan niet zo rechtstreeks ineens naar daar rijden. En daar blijven we dan de komende twee weken verder in onze tweede thuisstad, zoals we dat noemen. En dan gaan we er ook natuurlijk nog een heleboel leuke dingen doen. Een beetje een traditie om te worden om onderweg te stoppen om iets te gaan eten bij Peggy Sue's. En Peggy Sue's is ook zo aan een ouderwetse Amerikaanse diner. En we kunnen supergoed eten, we zijn er al een paar keer geweest. En dat gaan we nu ook doen. Hè. Sandwich. En dat is een serieuze club sandwich.